Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling heeft woensdag de commissie Pamakagramang op zijn kabinet geïnstalleerd. De commissie heeft als taak de stam der Paramakaners bij te staan bij de begrafenis en het rouwproces van het op 10 maart 2017 ingeslapen stamhoofd van de stam der Paramakaners, Samuel Forster. Forster nam het roer van de stam over in 2010 en volgde daarmee zijn oom Jan Levy op, die in 2008 was ingeslapen. De commissie zal de stam blijven ondersteunen totdat een nieuwe gramang is geïnstalleerd. De bewindsman deed bij de installatie een oproep aan de voorzitter van de commissie, districtscommissaris van Sipaliwini, bestuursresort Pamaka, Margareta Malonti, om met haar team een bijdrage te leveren aan het proces door onder meer goed te plannen, te informeren, te rapporteren en te communiceren, zodat zaken ordelijk verlopen. De commissie Pamakagramang zal namens het ministerie het contact onderhouden met een commissie die door de stamleiding is geïnstalleerd op Langatabiki.